Dat Nederland, hè, dat is een soort groen-groen, groen-groen knollenland aan het worden. Ja, ja, alles moet groen. Groen, ja, oh, groen. En GroenLinks en de Partij van de Arbeid en vooral D66 met jongetje Jette, die willen alles verschrikkelijk groen. Dus ze zijn druk bezig, ja, op de Noordzee met alleen maar windmolens neerzetten. Ja, doe maar, doe maar, want we hebben haast. Ja, ze hebben oh zo verschrikkelijk haast onder druk van Brussel en van zichzelf en CO2 en klimaatactivistisch. Weet je wel, die klimaatkneusjes. Nou, en dan moet... Maar ja, haastige spoed is zelden goed, vrienden. Dat hebben we al vroeger geleerd van onze moeders. En ja, en dat zien we nu terug. Want wat gebeurt er nou? Nu zijn er een heleboel experts... En die zeggen van, jongens, kijk in godsnaam uit. Weet wel waar je aan begint op dit moment. Ja, die zeggen ook van, moeten we onszelf niet eens afvragen wat we allemaal aan het doen zijn. Want wat blijkt nu uit onderzoek? Het plankton in de Noordzee, dat schijnt een beetje te gaan verdwijnen. En dat heeft te maken dan weer gelijk met het hele leven in de Noordzee. Alle vissen, iedereen leeft van de plankton. Ja, dus zegt een andere expert, die zegt, ja, het gaat zo snel met dat uitrollen van die windparken, dit en dat. En wij hobbelen daar met onderzoek achteraan. Kun je je voorstellen? Het is omgekeerde wereld. Niet eerst onderzoek doen en even kijken wat je allemaal precies moet doen. Hè? Met zo'n windpark. Nee, gooi die dingen er maar neer en dan gaan we wel eens onderzoeken. Ach, 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 vrienden. Ja, je ziet dit toch gewoon één groot drama worden. Over 10, 20 jaar, dan komen ze erachter. Ja, dat is allemaal nooit had mogen gebeuren. En, want er is ook een andere expert die zegt, ja... Met al die elektriciteit in het water. En het is al ook heel slecht voor vissen. En misschien komen we er straks wel achter dat we hele andere kabels hadden moeten aanleggen. Kun je je voorstellen? Zeggen ze nu al. Hé, hey, en jongetje Jette maar. Oh, even niet meer. Ja, maar ook in Duitsland en in Denemarken en Engeland. Hier. Oh, nee, doe maar jongens. Lekker groen. Lekker groen. Ach, je wordt er toch helemaal gek van. Beste vrienden, is maar één antwoord op dit geheel. Kerncentrales.